Oh, get the monkey up. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de Gieren Gasten. Dit zou wel eens de laatste Gieren Gasten aflevering kunnen zijn. Inside information. Laat even weten als jij wil dat er nog meer gierige afleveringen aankomen of dat jij klaar bent voor iets heel nieuws. En als je dan toch bezig bent, abonneer gelijk even op ons kanaal, 425.000 abonnees. En dan gaat Niels samen met Joost aan de truffels. Dat willen we allemaal zien natuurlijk. Volgens mij hadden we afgesproken dat Martijn ook mee ging doen. Hoor, en wellicht gaat volgende week die truffelvideo wel geüpload worden. Vandaag gaan we iets doen wat Niels heel graag wilde. Namelijk, jij wilde als 30-jarige nog een keertje op zo'n rondvaartboot, toch? Klopt, je hebt helemaal gelijk Martijn. Ik ben 30 geworden, ik heb een kind. ik zou niets liever willen dan op een rondvaartboot gratis binnenkomen. Wat normaal gesproken €7,50 is. Dus Martijn had daar een super slim idee voor, namelijk een boot kopen van €70. Toch? Leg het maar. Maar die kun je hergebruiken, hè? Het is gewoon een kut idee, maar wel grappig. Blijf eens kijken. Nou. Blijf vooral lekker staan, jongens. Ik ben moed aan het indrinken. Ja. Je wilde dus heel graag op zo'n rondvaartboot, hè? Nee, dat was jouw idee. Jij hebt dit bootje gekocht, terwijl we ook gewoon een kaartje voor dat had ik kunnen kopen. Oh, wat zijn we gierig. Het is wel de bedoeling dat we deze boot houden. Want inderdaad, staat hierop, er zit aardig wat geld in deze boot, kan ik niet vertellen. Er staat hierop maximaal 3 personen of 250 kilo. Ja. 225 kilo. Dat is maar goed dat... Snap je waarom Joost er niet bij is? Niet bij is. Nee. Dus op zo'n boot wil jij? Kijk, niet kijken, dan vallen we op. Dat is ex-Navy SEAL die de boot bestuurt. Dit is wel heftig hoor. Ja, dit... Hier wil je wel tussen zitten. Maar komen wij hier überhaupt niet eens levend vanaf? Onthoud dat wij 31 en 30 zijn. Hè? Ik denk dat jij beter kan gaan. Ja? Ja, denk ik wel. Oh, ik vind het doodeng met jou. Oeh. Oh, oké. Ik zet stuurboord. Probeer laag te blijven. Stuurboord. Probeer niet op te vallen, ja? Probeer niet op te vallen. Niemand heeft ons door. Dit gaat helemaal goed. Probeer laag te blijven. Ja, ik probeer laag. We zijn undercover. Hey, hoe werken die pijls? Oh. Sorry. Niels. Ja, ik maak er een roeiboot. Kijk, dit wil je dus niet. Nee, ja. Ja, dit was een domme fout. Dit was geen roeifout. Dit was een roeifout. Hey! Kijk, dit wil je dus niet. Dit wil je dus niet. Waarom gaan we nooit normaal? Ja, maar niet begint. Hoe zijn de dekmantels naar de kloten? Oké, nee, maar we moeten wel even naar die... Ja. Ik wil het dus. Ik spring. Ik spring. Niels. Ja, deze gozer gaat iets sneller dan ik. Ah. Ja, wacht nou. Hij gaat zo dichtbij. Oké, doorschakelen naar die oranje boot. Ja, oké, volgende. Oké, nu gas. Ja. Nee, niet leidt ons door. Laag. Oh nee. Jij bent te dik. Blijf niet achter. Oh, ik heb een monkey op. Wat zijn we hier aan het doen? Here we go. Ja, ik ga gauw. De agonus is te groot. Yo! Oh my god. Wat zijn we nou aan het doen? Nou? We kunnen nog wel even kijken bij die blue boats. Ja. Misschien kunnen zij ons brengen. Kom op. Iets naar voren. Hup. Ja, harder. Is dat goed? Ja, dit was... is ook een soort van rondvaartboot, toch? Ja, het was mijn beurt om te peddelen. Kijk, nu komen we in het gevarenzonnetje. Ja, wow, spannend muziekje. Ja. Wow. Dit is onze kans. Oké. Go. Jij moet. Niemand heeft ons door. Gaan we hier erin? Of ja, gaan we, hier gaan we dit erin. Dit luikje eruit? Ja. Gaan we dit luikje erin? Ja. Laat
Waar is mijn telefoon? Mijn telefoon. Wacht nou. Ik heb meteen de telefoon. Je zender. Dit is me niet de telefoon waard, dit. Maar ik was binnen. Ik vind dat dit telt. Kom terug. Zo. Ja, gast. Als ik mijn telefoon nog bij me had, dan had ik daar nu gewoon opgezeten. 100%. Ja. Niemand had mij gezien. Nee, niemand had jou niemand gezien. Niemand had mij gezien. En ik zag jou kloot. Ik dacht, ja, ik ga niet mijn telefoon hier weer opgeven. Is dit zielig? Dit is heel sneu. Ik voel me ook nog sneu als ik hiermee door zou gaan. Zullen we nu gewoon het geld wat zo'n rondvaartboot kost, gewoon inzetten op rood? Slaat nergens op. Dan vind ik wel dat je 70 euro moet inleggen. Dan hebben we in ieder geval de kosten van de boot terug. Ja, 70 euro inleggen. Ja. Als ik win, zetten. Ja, gewoon rood doen. Ik wil 70 euro. Daar gaan we. Verloren! Nee. Echt? Ja, we zijn nu twee bootjes kwijt. Van 70 euro. Je bent het allergrootste donie ooit. Wij zijn 140 euro lichter. We hebben geen rondvaartboot gefixt. Ik ben sprakeloos. Abonneer op het kanaal of zo.